fire. Nothing to tell, but it's me, and I need the truth. I keep following you. Only love can make it twice. Woensdagochtend, dus dan krijgen wij allemaal nieuwe liedjes met verhalen erbij. En natuurlijk ook de verhalen over de liedjes die al de week daarvoor, de week daarvoor, de week daarvoor en soms al 2 maanden daarvoor, zoals in het geval van Elbow, uit zijn gebracht. Even voor het beeld, hoeveel liedjes heb je het over? Nou, afgelopen week hebben we 50 nieuwe liedjes gekregen. Die luisteren we allemaal af. Vervolgens hebben wij op woensdagmiddag met de discjockeys een meeting en zitten we met z'n allen zitten we aan tafel. Er zijn ontzettend veel Nederlandse platen uit op het moment. Van artiesten die heel goed bij 3FM passen, waar we best iets mee zouden moeten kunnen. Even een paar en, namen. Waylon, nieuwe single van Valerius, Rigby, Gers Pardoel, Kraantje Papi, Van Velzen. Het is toch geen alternatieve muziek? Nee, maar ik heb het niet over alternatieve muziek. Ik heb het gewoon even over hoe zoiets gaat. De honger naar nieuwe muziek lijkt heel erg groot in dit muzieklandschap. Wordt dat niet een beetje juist te veel in de hand gespeeld? Dat de bands die al een plaat uit hebben gebracht, dat het wel heel moeilijk is voor die band om ook zichzelf staande te houden. Omdat er alweer 20 nieuwe andere bands voor de deur staan. Helaas. Vul maar de variatie erop in. Heel veel bands gaan zelf ten onder. Omdat krijgen ruzie over royalties, over auteursrechten, over wie de scheten laat in de bus, wie met wie doet. Ik denk dat het heel goed is dat voor jonge nieuwe bands is het toch heerlijk dat, om een gretig publiek tegenover je te vinden. In plaats van mensen die alleen maar nu gevestigde orde geïnteresseerd. Wat heeft de band zelf al gedaan om tot een bepaald punt te komen? Hebben ze al optredens? Gaan ze op tour? Hebben ze een goed verhaal? Hebben ze een videoclip? Staan ze bij De Wereld Draait Door? Dat kan ik allemaal opsommen. En daar kan ik dan wekenlang over, kan ik het opbouwen. En die persoonlijke band, omdat jij dat al 20 jaar doet, is die belangrijk? Nou ja, het moet in ieder geval zo zijn dat je elkaar recht in de ogen kan aankijken. Maar het werkt wel zo. Erwin komt, heeft een goed verhaal, je kent Erwin's enthousiasme, je weet ook waar hij mee loopt. En als hij dan vertelt van nou, we staan dan en dan daar en daar, dan heb je dat sneller in je hoofd dan dat je het zelf gaat opzoeken. En nou, denkt, oh ja. Dat is iets wat ontdekken wij dan als eerste, omdat we ook heel veel mensen hebben die in de redactie op internet zitten en de hele tijd alleen maar dingen uit het buitenland of via internet erbinnen hengelen. En daar maak ik dan een selectie van en denk van nou, dat kan of dat gaat wel iets worden en zo ben ik vaak heel snel met dingen. En dat iemand mij letterlijk een cd'tje gaf en dat ik zei van nou, ik vind het zo leuk, ik ga vannacht gewoon draaien, punt. Ja, want er is ook een tendens om bands uit te wonen. Bands die heel succesvol zijn met een debuutalbum, daar wordt het zo hoog gelegd dat alles wat minder is dan het succes van het eerste album, dat valt tegen. Ik hoor dat er iedere woensdag 50 nieuwe cd's binnenkomen. Maakt het ook uit wanneer je cd's aanbiedt aan de radio? Welke periode van het jaar? En dat was een hip-hop plaat met heel veel toeters erin. Een beetje van die Mexicaanse gezellige toeters. Nou, die plaat die kwam uit en het heeft eigenlijk alleen maar geregend. En het klinkt heel stom, maar niemand had zin om die plaat te draaien. En het was 1 weekend fantastisch weer en huppakee, hij werd meteen 10 keer gedraaid. Zo werkt het wel. Op donderdagochtend hebben we een playlistvergadering. Dan zit ik met Basiel en Thijs en Hugo. En trouwens, Menno zit daar ook altijd bij. En eens in de zoveel weken, dan hebben we weer een hoop verzameld, een hoop gefilterd. En dan denk ik dat er nog een stuk of 15 over hebben, anders is niet te behappen. En dan proberen we daar meestal 4 uit te kiezen. En dat gaat een beetje associatief. Hoe kom je aan goede begeleiding waar jullie net over hadden? Dus hoe weet je dat het een goede manager is die de wereld kent en waar vind je die? Ja, dat vind ik dus levensgevaarlijk. Via Muziekcentrum Nederland, wij worden gesloten op 1 januari helaas. Tot hoever is het nu belangrijk, ook als artiest, dat je bijvoorbeeld heel veel nummers op de plank hebt liggen? Bijvoorbeeld, ik bedoel, je kunt een single uitbrengen en stel dat het helemaal goed wordt ontvangen, dan is het toch wel belangrijk dat je eigenlijk al een soort van iets kan laten zien van god, ik heb nog 4 of 5 of liever een album, maakt het nog uit of kan een EP ook nu? Nou, het hangt heel erg af van het genre. Als je zeg maar een album hebt, is het dan ook een must dat je echt een fysieke single drukt, dat je echt met een single komt, of kan je met het album komen en zeggen het is nummer 6? Maar zorg er wel voor dat het inderdaad voor iedereen, ook mensen die misschien dat album niet zelf in ontvangst hebben genomen, maar het later op een stapeltje vinden, duidelijk is. Ja, precies. Het is toch zonde van het geld om dan nog eens een keer een singeltje gaan doen. Kijk, dat scheelt me weer een hoop geld. Ja. De Wereld Draait Door wil altijd een verhaal.
Dus soms is het liedje helemaal niet zo belangrijk. Je moet een kapstok hebben. Dus voor mijn part, verzin een verhaal. De ouderwetse fysieke verkopen, die nemen natuurlijk af. Daar hoef je niet omheen te draaien. Nee. Maar radio kan heel veel dingen in gang zetten. Mm-hmm. Bijvoorbeeld een wereld draait door optreden, zonder andersom. Maar als je op radio komt, krijg je meer optredens. Dus er is een boeker in jou geïnteresseerd. Die ruikt dan weer geld. Dan kom je op festivals. Dus radio is, ondanks alle moderne tijden, nog steeds van cruciaal belang. En als er dus de belangen toenemen, mm-hmm. is het wel verstandig om, dan gaat het dus ook om naar professionele mensen in, achter te hebben. Goed, dan weet ik een manier om op de radio te komen. Dat is gewoon blijven op hard toe gaan. En heel vriendelijk tegen deze heer te praten en misschien helpt.